In Rotterdam is woensdagmorgen vroeg de laatste film van Star Wars in première gegaan. De eerste voorstelling trok zo'n 200 mensen. Ik ben naar de film geweest, Star Wars, de nieuwe Last Jedi titel. Super vet, echt heel cool, heel mooi en uiteraard topverhaal. Het is wel echt een dingetje waar je mee opgroeit en ik ken het van mijn jeugdjaren en nu... 15 jaar later, misschien langer zelfs, is het gewoon weer terug. Wel superkick. De meeste voorstellingen zijn de komende tijd al uitverkocht. Die bioscoop is blij met de Star Wars fans. Leuk om te zien. Al die mensen die 's ochtends vroeg al super vrolijk zijn binnenkomen. De mensen hebben al een aantal maanden, weken, maanden op gewacht op deze film. En voor ons is het een hele leuke beleving. Leuk om die mensen zo enthousiast te mogen ontvangen. En ik heb ook een aantal mensen gesproken die die film hebben gezien. En ja, fantastisch. Die mensen hebben een hele leuke dag. De film is de komende weken nog te bekijken in de bioscoop. Echte Star Wars fans kijken nu al uit naar de volgende film, die in 2019 uitkomt.